Welkom op het Animal Event. Ik sta hier naast Suzanne Pronk. Zij is onderdeel van de jury. Ja. Suzanne, spannend hè? Heel spannend. Ja, leuk. Op een hele andere manier dit keer, maar wel heel erg leuk. Ja. Ja, je zegt op een andere manier dit keer, want jij bent eigenlijk een beetje de grondlegger van de mooiste hond. Ja, dat klopt. We hebben 3 jaar geleden voor het eerst geïntroduceerd in Enschede op het Van Heekplein. En Animal Event heeft ons benaderd om te vragen van, goh, mogen wij dat concept overnemen? En we doen het nou eigenlijk in een beknopte vorm. En in Enschede is het een hele dag en nu is het eigenlijk een half uur. Ja. Ik sta naast jurylid nummer 2, Gerrit de Weert. Gerrit, waar ga je zo meteen op letten? Op de beste uitstraling. Want niet alleen mooi is, niet alleen hoe je eruit ziet, maar vooral ook de uitstraling die er vanaf ligt. Inmiddels sta ik naast jurylid nummer 3, Jan. Jan, kun je jezelf even kort voorstellen, waarom ben jij nou jurylid? Ik ben Jan Anderinga. Ik ben keurmeester voor een aantal officiële rassen. En ik heb van de Raad van Beheer ontheffing gekregen om deze jurering te doen. Normaal mag dat niet. Wij zijn Jacqueline en Dylan. We komen uit Den Haag. En wij gaan dadelijk naar de finale van de mooiste hond van Nederland. Ik ben Connie Vos en dit is Tessa. Oftewel Bella Rivka van Eipelaarsgraaf, de rasnaam. En het is een Hollandse herder. Ze is bijna 2. Wil je nog wat zeggen? Jullie doen mee aan de mooiste hond van Nederland. Ja. Wie zijn jullie? Nou, dit is Charlie. Zo ziet de zwarte labrador van 2,5. En ik ben zelf Daniel Casanova. En Charlie is voor mij heel bijzonder, omdat ik heb 5 jaar geleden een ongeluk gehad. In de rolstoel terechtgekomen en eigenlijk de eerste 2 jaar niet onder de mensen gekomen, omdat ik gewoon niet naar buiten wilde. Haar als pup aangeschaft en de opleiding tot assistentiehond gedaan, zoals het nu heet. En zij bereikt eigenlijk mijn leven. Ik ben naar buiten, ik heb weer vrijwilligerswerk. En alles wat ik niet kan, dat doet zij voor mij. Dus het is voor mij sowieso al de mooiste hond van Nederland. Kijk, er zijn al zo'n spannend. Hup knor. Hartstikke goed. Jenny Loggers is er bij daar. Maaike Bier met Shiva. Maaike van Business met Jaipur. Nog meer fans, Marijke van Sluisdrijf en Logan. De Vries Mooisom kan natuurlijk alleen maar met deskundige jury. Jury inderdaad. Zullen we ze gewoon erbij vragen? Ja, heel graag. Kan de jury er even bij komen? Gerrit? Jan? Suzanne? Ja, laat ik beginnen met Suzanne. Ooit de mooiste hond van Twente, nu de mooiste hond van Nederland. Je moet wel kiezen uit een heleboel honden nu, hè? Het was heel erg moeilijk. Ja, het was heel moeilijk. Nu kunnen we ze ook echt zien. Van een foto is het altijd nog moeilijker. We hebben gekeken dus naar de interactie hondbaas. Maar ze moeten het hier waarmaken, dus we zien het. Waar ga je op letten? In ieder geval of de honden goed bewegen. Heel belangrijk. Fit for function. Met die hitte ook nog goed bewegen, dat is wel pittig. Zelfs met hitte. Zeg Gerrit, waar ga jij nou op letten? Wat moet de mooiste hond van Nederland echt hebben? Voor mij de hond met de meeste uitstraling. Ja, liever
het woord over. Wij lopen naar de eerste finalist. Met een prachtig leeuwtje op zijn schoot. Geweldig, jij mag naar voren komen. Applaus allemaal. Super, super goed gedaan. Prachtig rond. Kom naar voren. Bij de eerste ronde gaan we stoppen. En het is een zaai. De hond is een reu. Yes! Ja, de derde finalist. Tweede finalist. En nou de eerste kans. Nog één. Oh, ja. Maak extra spannend. Maar wie is die derde finalist? Oh. Nou, we maken het spannend. Laat de jury zeggen. Ik word er zelf nerveus van. Yes. Ze zijn nummer 3. En finalist nummer 3. Gefeliciteerd. Applaus. Finalist nummer 3. Ja. Ik krijg de microfoon weer terug. Dames en heren, het is al heel spannend te maken met die 10 rondjes. Voor de mensen. Kijk, Charlie, nummer 3. En een groot applaus. Zetten we lekker naast het podium. En de hond op het podium. Ze gaan naar de winnaar toe. Ze gaan naar de winnaar. Roffel, roffel, roffel. Aika, 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 Lekker naar het podium. En naast het park, hoe je natuurlijk wacht, wat je vraagt.